Ja, kijk eens van IMT. Vandaag ben ik een nieuwe aflevering van... Van Poppy Twinbow Rainbow Bell Adventure. Ik moet nog steeds ook voorlezen vanaf de cartridge. Je moet niet denken dat ik welke eruit trek en weer erin plug. Of achteraf inspreek. Ik heb de cartridge naast me liggen. Ik speel op een emulator omdat ik geen SNES... Weet dat? Wat? Waarom kon ik niet schieten? Ik druk altijd die knop in, maar ik kon alleen niet schieten. Ik heb ook geen SNES capture card. Dus dan is dit wat makkelijker. Je ziet ze weer in een andere wereld. Dus we zien deze wereld is in twee gedeeltes opgebroken. Zoals je hier ziet, kan ik hier dus heel mooi naar boven. Dat wil ik even snel gaan doen. En... Hallo? Zoals je ziet is deze game altijd best wel redelijk buggy. En gewoon heel Mario eigenlijk, alleen in een heel ander compleet jasje gestopt. Lekker een beetje op neer met het spel. Hey, ik heb anderhalf leven. Woehoe, dat is nuttig. Hey, shield. Dat is echt chill. Ziet hij ook nog een keer naar beneden, of niet? Zopen monster. Dit gaat ietsjes makkelijker. Denk ik. Wow. Oh, kan ik op jou dus niet springen? Dat vind ik heel raar. Wat zit hier nog? Dit kan ik echt wel heel goed gebruiken. Een extra hit. En een roze deur die nog niet unlocked is. Hop, die wil ik ook graag even hebben. We moeten hier al bijna de finish zitten. Allebei dood. Onder echt is helemaal niks. Hier zit er nog wel wat. Oké, dat was gewoon echt puur pech. Wat is dit? Beam. Ik heb geen zin om hier dood te gaan, dus... Zou dat we toch even snel klaar hebben. En alsnog ga ik dood. GG. Wat een prestatie. Ik denk dat het een heel lange episode gaat worden. Ik zou door blijven klungelen. Het belangrijkste is, ik kan in ieder geval weer schieten. En ik heb mijn vis weer terug. Maar weet ik ongeveer hoe het level gaat, dus... Ik ben een beetje doorheen chasen. Hop. Beetje zo. Jezus. Wacht, die had ik al. Want die andere kwam volgens mij een star uit. Dat was mooi roze. Maak een star. Thank you.
Wat we zo doen. Dat is niet onmiddellijk dodelijk dus. Goed dat ik dat zag. Maar in ieder geval level gehaald. Het kan dus wel een heel stuk sneller. Zoals je zag. Hé, hey, we hebben een andere karakter. Alleen hoe ze allemaal heten. Eigenlijk weet ik niet hoe die geneen heet. Dus, dat is ook een prestatie. Druk de verkeerde knop in. Maakt niet uit, we zijn volledig held. Dan gaat het uiteindelijk weer om. Let's go. Even zien, hoe groot is dit level trouwens? We moeten dus een keer teleporter. Gewoon. Is het niet dezelfde level? Nee, dus. Het leek er wel op. Jezus. Al die dingen vandaan. Oké, ik ga nu even naar boven vliegen. Hé, hier is de goal al. Oh, dat ging snel. 35 seconden. 23 seconden is haalbaar. Maar ik denk precies weten wat je aan het doen bent. Oké, waar kom ik uit als ik deze kant op ga? Zo, wat drijfzand is dit? Ik wil zeker damage oplopen ondertussen. Ja, wat zit hier beneden? Zo dus. Oh, aan de ene kant kon ik er wel door, aan de andere kant niet. Oké, dat is ook vaag. Oké, dat wil ik best wel heel graag hebben. Dank u. Waar kom ik nu eigenlijk uit? Ik moet hier een keer echt naar beneden. Denk ik eerder geweest. Kijk, dat ziet er wat beter uit. For a hell lot of better items. Oké. Okay. Ik weet niet dat je me mocht hitten. Waar kom ik eerlijk uit? Nou, hier zit dus niks. Ik heb nooit gezegd dat je het water terug in mocht. Oké, okay, weer extra AP. Nog een beetje extra zou wel fijn zijn. Wat zit hier achter? Hier zit dus niks. Oké. Okay. Van jou kijk dus alleen maar speed boost. Oké, kijk, volger. Hanna. Tikkie. Dat is dus een beetje stroming daar. Die moet toch eerst... Ah, hier. Hierboven zit een extra HP'tje. Er nog eentje van bij hebben, dan heb ik nog wat meer extra. 2 minuten 15. Nou, valt mee. Dat ik de eerste level zo lang aan het kloten ben. Of ben, was. Ik ga dit op zich best wel vrij snel. Nog 2 levels, dat is de endboss er alweer. Nou ja, het scheelt. De level is trouwens niet al te lastig. Ik pak te veel damage, pakte ergens anders. Dan moet ik hier naar boven.
Of niet? Ja. Andere kant. De eerste was de tweede. Dat was deze kant. Niet deze die ik moest hebben. Hier was het volgens mij. Uiteraard. Dat was het deze kant. Ik was ook weer schieten. Haha. Not this way. Ik al pak ik een flauw idee. En hier heb ik al. 1 minuut 1 en level gehaald. Daar doen we het voor. Hij heeft in 30 seconden tijd te halen. Hoe dan? Duurt lang. Voordat ik bij die boss battle ben. Ik wil weten of een boss dit er mis was. Want ik weet op een gegeven moment dat het een hele rare boss is. Maar het kan ook de laatste 3 levels zijn. Oké, gaan we deze kant op. Of was deze knop? Dat maakt het nog makkelijker. Ik ga dus niet tegenin zwemmen. Dat is ook een manier. Ja, zwem hier tussendoor. Gaan we hier omhoog. Dit is eigenlijk wel de finish. Boven nog iets, maar ik wil even snel naar die finish. Dus dat gewoon even regelen. Oké, we gaan naar beneden hier. Hier zat die finish, toch? Ja, kijk eens aan. Boss fight incoming. Woo. Bloop. Natuurlijk, ik kan natuurlijk ook zwemmen. Waa. Ja, kom een keer tevoorschijn. Hoppa. Pak appen. Het monster. Wat een naam. Dat is een beetje Japans. God. Ik kan nog 1 keer hitten en hij is dood. Ik had het is pas wat echt wel moeilijker verwacht. Nu dat ik weet wat ik moet doen. En hij is dood. Mission accomplished. Woo. Maar in ieder geval. Laat een like achter, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Tjus.